Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Beste mensen, welkom bij 16 Najiba. Ik wou even een kleine update geven in verband de woning van de opa. We hebben alhamdulillah goed nieuws, want de plannen zijn veranderd. En deze plannen willen we met jullie natuurlijk uiteraard gaan delen, omdat jullie hier ook bij betrokken zijn. Het gaat om de meneer waarvan wij de woning gaan bouwen, inshallah. Sinds wij daar zijn geweest als stichting, is het dorp erachter gekomen dat wij zijn geweest om hulp te bieden voor deze arme zieke meneer. Zelf de plaatselijke moskee wil hulp bieden. De mannen van het dorp zijn bij elkaar gekomen in de moskee en hebben hierover gesproken. Het volgende wat ze willen doen, beste mensen, is ze willen ons een stukje grond geven. De moskee wil ons een stukje grond geven, een paal naast de moskee, zodat we daar straks het huis kunnen bouwen, inshallah. Waarom? Is omdat deze meneer dan straks ook in de gaten zal gehouden worden door de moskeegangers. Ze zullen hem dan ook meenemen naar de moskee om het gezamenlijk gebed bij te wonen. En natuurlijk ook in de toekomst eten brengen, kleren verschonen, helpen. Dus dit hebben we afgesproken, inshallah, zodat dit in de toekomst kan gebeuren, inshallah, of zal gebeuren, inshallah. De moskee heeft ook ons aangeboden water en licht voor deze meneer. Deze meneer krijgt in het huis water en licht via de moskee. Alhamdulillah, dat is goed nieuws. En we hebben ook gesproken over, mocht meneer te komen overlijden, dan zullen we dit huisje blijven gebruiken als sadaqa jariya. Sowieso is het de sadaqa jariya. Maar mocht het meneer te komen overlijden, we weten natuurlijk al niet wie als eerste gaat, hij of wij. Maar mocht hij in de toekomst te komen overlijden, dan zal dit huisje gebruikt worden als sadaqa jariya. Want deze meneer heeft niemand. En als we straks het huisje daar gaan bouwen en hij komt te overlijden, dan kan iedereen het huisje, zeg maar, binnen betreden. Dus daarom hebben we nu besloten, het zal, zeg maar, een paal naast de moskee gebeuren. En inshallah zal de moskee hier ook, zeg maar, in de toekomst ook gebruik van maken. Het blijft een eigendom van Stichting Najiba. Dat hebben ze ons ook aangegeven, dat het ons eigendom zal worden. Maar dat het gebruikt zal worden voor andere arme personen, mocht deze meneer komen te overlijden. Dus het blijft een huis van Ger, het blijft een huis van Sadaqa Jariya, inshallah. We zullen jullie uiteraard de beelden nu laten zien. Ze zijn al begonnen met het graven en metingen. En dat gaan we jullie nu laten zien, inshallah. Ik vond het heel belangrijk om met jullie dit te delen. Want jullie zijn hierbij betrokken, nogmaals. En we zullen, inshallah, de video's blijven updaten, inshallah, zodat jullie hier op de hoogte van, inshallah, zijn, ja. Barakallahu fikum. En ik vraag nogmaals Allah subhanahu wa ta'ala om het van ons allemaal te accepteren. En dit is het goede nieuws wat ik met jullie wou delen, inshallah. Bekijk de video. Thanks, sir. There he is, bless. Aji minna, 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 gola hdokhar minna. وهذا سميتو هذا البوسيتو هذا كاين عنده سقايات هنا غنحيدو ليه السقايات ونردوه من هذه الجهه هذه من الجهه التحتانيه غيبقى خدام نربطو له الماء من تما من ديريكت من الماء والضوء نربطوه ليه من الجامع راه هو الجامع سواء فرحان وحشاني اسلمتك